Deze nieuwsuitzending die is voor het slapen gaan. Op het einde komt er geen luidruchtig muziekje. Soms doe ik voor het slapen gaan een muziekje, maar dat is dan half bewegen. Jij is echt bedoeld om je af te vragen hoe iemand kan denken dat Perry Winkle verstandiger is dan jij. Goeie vraag, weet je niet? Volgens mij is het antwoord dat ik het niet weet. Ik ben niet zo verstandig. Ik score hoog op een IQ-test. Bovenmatig. Ja, wat zegt dat nou? Ik schaak tegen die satanist in een streetcafé en daar heb ik al een keer van gewonnen. Maar wat zegt dat nou? Ik heb er ook 73.498 keer van verloren. Hele aardige jongen, Jesse Beugelink heet hij. Dat is een Facebook vriend van mij. Dus kan je zo even door dingen zo. Goeie kok. We hebben het over kinderen. Plezier aan kinderen heb ik het over gehad. Maar de Bijbel en kinderen. Voordat jij de Bijbel gaat voorlezen of dat jij je verdiept in het overbrengen van kennis op basis van de Bijbel. Oh, ik heb wel een goede Bijbeltekst voor je hoor. Matthäus 17, vers 31. Ja, ik zeg maar wat. Maar dan begrijp je, je moet eerst zelf je Bijbel begrijpen. En dat is een lastige. Of heel makkelijk. Maar je hebt zo'n circus act. Is dat Nederlands? Maar dat heet Salto Mortale. Twee van die mensen die moeten zo slingeren. En dan duikt die ene, die duikt los. En die andere die vangt hem op. Het is een. Dat is de makkelijkste manier om de Bijbel te begrijpen. De moeilijke manier is om de Bijbel helemaal uit te pluizen. En te constateren dat het het meest volledige boek is ooit geschreven. Dus ik denk dat het boek Hosea meer inhoud heeft dan Lord of the Rings deel 1. Om nog maar te zwijgen over het boek Daniël. Jouw kinderen dien je op de hoogte te brengen van de waarde. De waarheid, de waardigheid van de Bijbel. Als jij je kinderen die kennis onthoudt, strafbaar. Romeinen 12, vers 19. De wrake is mij.
En dan niet een ik natuurlijk, want ik ga dat niet doen. Dat is niet aan mij. Dat doet jeugdzorg wel. Een drama wordt het. Je dient je kinderen op de hoogte te brengen van het feit dat er een boek is. Het ziet eruit als een boek. Het is een bibliotheek. Een verzameling boeken. Er is een verzameling boeken. Opgedeeld in twee delen. Het oude deel. En dat is 90%, 95%. En het nieuwe deel, 10%. Of ja, 5%. Het zijn twee bibliotheken. De oude bibliotheek en de nieuwe bibliotheek. Dit is wat de mensen vroeger overeengekomen zijn. Hey, wij mensen, wij willen leven in een harmonie. Sommige handelingen van ons, of gedachten van ons, woorden van ons, die zijn disharmonieus. En dat hoort niet. Dat geeft verdriet. Dus horen wij onze kinderen te vertellen van de consensus. Belangrijk is dat je je kind vertelt dat de Bijbel, de bibliotheek, dat die gebruikt is voor een politieke agenda van moord en doodslag. Om het grappig te zeggen, een Bijbel weegt een beetje een mooie statenvertaling op. Praat je over een kilo, dan kan je iemand mee ook voor zijn kop rammen. En dat doet de antichrist. De papacy. Als Engels. Het pausdom. Op zijn Nederlands. Nog steeds blijft de Bijbel het boek der consensus. Laat het gezegd zijn. En dan niet gelijk de kruisiging gaan voorlezen. Dat is niet zo belangrijk. Een leuke voor jongetjes. Is het boek Hosea. Daar moet je iemand van uit kunnen leggen van die leeftijd. Hosea was een man van God. Een profeet. En die had seks met een prostituee. Die heeft haar gekend. Christus Jezus ging om met prostituees en belastingzakkels, rovers, zeg maar. Het maakte hem niet uit. De grootste leugen zit hem in.
Is hij bij Satan of zo? Ik heb hier op bezoek gehad een jongen. Dat was van Sinti. Een Sigoiner, dat is een scheldwoord, een Sigoiner. Hij was van de stam Sinti. En die geeft mij in de kroeg een USB-stick. Hij wist dat ik een Macintosh had. Hij zei, kan je even controleren of het leesbaar is? Ik zei, ja, dat is goed, joh. Onderhands, onder de, aan de bar zaten we. Is iets voor jou? Niet laten zien, zei hij. Stop maar in je zak. Controleer even of het leesbaar is. En dan kom ik hem ophalen. Dat is goed, joh. Die USB-stick in mijn Mac gedouwd. Dat is heel simpel. Een platte tekstfile. Kijk eens, wat is dit? Ik fokker die fok. Dat is een dump van een... zo'n creditcardautomaat. Wauw. Nou ja. Ja, toen kwam hij langs om die USB-stick op te halen. En ik zeg tegen hem. Het is allemaal creditcard-meuk. Ja, zei hij. Ik kreeg 1,50. Per nummer. Ja, dat is mijn business. Ik zei, ja, maar als mijn creditcard er nou tussen staat, dan heb ik jou een dienst bewezen, maar ik word geript voor ik weet niet hoeveel. Dan keek hij mij zo heel vrolijk aan en zei van, ja, maar ben jij de laatste tijd nog op Schiphol geweest? Ik zeg, maar je niet. Oh, zei hij, nou dan loop je geen gevaar. Dat is een hele aardige vent, man. Dat is het christendom. Dat moet je je kind vertellen. Als je je kind gaat opzadelen met boeddhisme. Ja, nee. Dat is verschrikkelijk oud. En dat is. Ja, wat moet ik nou zeggen? Het is niet volledig. Het boeddhisme spreekt zich niet uit over de wil van de vader van Christus. Helemaal niet. Hoe kan je je kind nou loslaten in een wereld van moleculetjes? Hetzelfde geld worden net zo'n atheïst als mijn kind. Mijn kind mocht ik geen Bijbel lezen. De moeder heeft er heel duidelijk ingeprint van ja, je mag alles lezen. Game of Thrones in 50 tinten blauw. Alles mag je zien hoor, geen enkel probleem. Als het maar van Martijs van Nieuwkerken is en van de NOS, maar niet uit de Bijbel. So be it. Hè? Niet mijn probleem. Dat die moeder dat doet, dat is haar ding. Het is kindermishandeling. God vergeef het haar, want ze wist niet wat ze deed. Not. En kijk maar wat je leuk vindt. Gewoon leuk om voor te lezen. Ik zou wel net als de Freemasons, die doen dat ook, de vrijmetselaars. Als ze een Master of Ceremony hebben en die moeten voorbereiding doen. Dus je gaat niet zomaar at random de Bijbel openslaan na het eten. Van tevoren even over hebben nagedacht. Je kinderen vertelt dat er een consensus is onder de mensen over moreel gedrag.
en immoraliteit en amoraliteit. Dat is walgelijk. Een immoreel mens, die doet maar wat. Maar die weet niet beter. Ik ben een Teletubby in Lalaland. En oh, ik zit wel lekker. Oh, dit is wel lekker. Ja, ik krijg een heel warm gevoel. Ja, ja, je zit met je spijkerbroek in de Chateaubriand. Maar de Chateaubriand, die wilden we op gaan eten, snap je? En nou heb jij er met je kont in gezeten. Dus, oh, ik dacht dat dat de tafel was. Immorele mensen, walgelijk. En amorele mensen zijn zo mogelijk nog erger. Die doen met opzet dat soort dingen. Oh, daar is een feestje en dat ga ik verpesten. Dat is amoreel. Maar immorele mensen is ook helemaal niks. Maar als je geen gevoel hebt voor moraliteit, het ontbreken daarvan, dan kan je in door blijven denderen, dan ben je immoreel. Of je gaat er dwars tegenin, dan word je amoreel en dan ga je nog PVV stemmen ook. Om de boel nog meer op te jutten. Ha 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 ha. Want stemmen is amoreel. Dat hele Facebook moet geband worden. Iedereen moet een ban krijgen op Facebook. Allemaal de bek houden. Was er een laatste weer op Facebook? Oh, dat is van. Nou, dat is die een van die barhouders in Café de Wacht. Met een gedoe over homo-toestanden, Nashville-verklaringen. Iedereen steekt weer helemaal op, de echtste beer. Oh, die homo's. Maar mij interesseren homo's helemaal niet. Dat maakt mij geen donder uit. Ik heb ze als klant gehad. Dat maakt mij uit. Is zo'n rel geweest in Amerika. Over Bijbel en kinderen. Een rel geweest in Amerika. Dat er was zo'n fameuze bakkerij of zo. Bakery. En dan kon je de meest geweldige huwelijkstaarten bestellen. En 3 etages. Belachelijk vind ik dat. By the way. Ah, als je dat leuk vindt. Ja, ja, ik heb er verder geen moeite mee, joh. Maar ik vind het niet tevreden. Hoor. Geef mijn portie maar een fikkie. Gadverdamme, suiker met zetmeel en melk en room en slagroom en vruchtjes. En chocolade. Ja, ga er weg. Een rotte troep, man. Maar die mensen, zo'n man en een vrouw, die verkochten dan van die bruiloftstaarten bij de vleten. Hartstikke duur. En dan komen er 2 van die kerels binnen wandelen. Van, kennen wij een taart bestellen? En die mensen zo van, nee. Ja, dat heeft ze $1 miljoen gekost. Ja, die arme homo's. Ja, maak dan je godverdomme zijn eigen taart. Wat is dat dan weer? Je bent toch een homo? Nou dan, met z'n tweeën lekker allemaal een schortje voor. Lekker met je blote bibs. Dan ga je lekker een taart bakken. Dat kan dan, maar je moet een taart toch van tevoren bakken. Dus, ja, doe dat dan. Je bent toch survivalelijk? Nou, bak je eigen taart, homo. Sodomiet dat je bent. Hé, je moet een taart kunnen kopen in de winkel. Nou ja, dan wordt hij niet verkocht en dan ben. Ik voel me beledigd. Nou, en terecht. We
zo dadelijk komt er een man met een kip naar zo'n winkel en die zegt, ja, ik ga trouwen met die kip, kan je een bruiloftstaart maken voor mij? Allebei er bovenop staan en ik ga dan heel erg lang goede seks hebben met die kip. Lang leven de eieren. Kan ik even taart bestellen? Dan zeggen die mensen toch ook nee. Die mensen waren christelijk. Nee, waarom er geen taarten bakken voor sodomieten? Mo van Café de Wacht. Ja, zielig voor die homo's. Ja, weet je wat zielig is voor homo's? Is dat ze homo zijn. Volstrekt contrair op de wil. Krijgen we zo dadelijk ook iemand die gaat trouwen met zijn aardappel? Ja, want die neukt me. Ja, die glijdt goed hoor. Ik heb een aardappel gevonden. Dat is wel mijn aardappel, vind ik zelf. Ik wil ook dat hij een burger een aardappelservice-nummer krijgt. Dat het mijn aardappel wordt en dat als ik dan sterf, dat dan die aardappel wel voorzien is van, voor het geval we kinderen kregen. Ja, man, je mag ook gewoon mijn onderbroek te afrukken en dan laat ik een scheet. Als ik zin heb. Homoseksualiteit, dat mag je gewoon tegen je kinderen vertellen. Dat is een aberratie. Een afwijking. Afwijkend gedrag. En afwijkende mensen, moet je die afwijzen? Ja, die niet in de kerk. Als je afwijkend bent, ja, rot op. Ga je eigen kerk maar beginnen. De kerk der reetredders. De SM-club of zo. Dat is wat ik vind. En ik vind dat jij het vermogen hebt. En daarmee de verplichting. Om jouw kind dit uit te leggen. Maar wat er gaande is, ik heb het ook tegen je kind verteld, het onderwijs hier in Nederland en in Amerika en in Duitsland en in Denemarken en in Zweden en enzovoort, enzovoort, hè? Seksualisering. Sodomitisering. Dat is Babylon. En als je je kind niet waarschuwt voor Babylon, dat is kindermishandeling, CQ-verwaarlozing en allebei net zo strafbaar. Ja. Smeer mijn anus gat maar in regenboogkleuren als ik lieg. Sodomie, dat kan niet. Dat is zinloos neuken. En met Lonneke heb ik hele warme, aanwezige momenten gehad. Met blote billen, zeg het maar. Ja, ik was toen in de 50 en zij eind 40. Dat is wat anders. Dat is geen sodomie. Ik begeer haar niet. Daar gaat het niet om. Zij heeft een karma, ik heb een karma. Allebei even sukkelig. Wauw. En dan doen we leuke dingen.
En ik hou van vodka. En zij houdt liever van rum. Maar ik hou ook van rum. Wat is dat nou? Het is ook een keer geweest dat ik zei tegen haar van ik ga even naar buiten boodschappen doen voor het avondeten. En zij lag in de blote bibs in mijn IKEA-bed. Ja, ik wil wel wat drinken. Ik zei, ja, maar geen bier hoor. Hij zei, waarom niet? Ik zei, ja, dat is zoveel sjouwen, man. Ik haal wel een fles jenever. Oh, dat is ook goed. De rest van de avond hebben we internet gekeken. Iets met porno of zo. Of een filmpje. Maar sodomie, dat kan niet. Dat is slecht. He, dat twee oude mensen, zoals ik en Lonneke, dan het bed delen. Terwijl we verder geen afspraken hebben. Ja, ik ken haar. We hebben een relatie. Ik ken haar goed. Ik ken haar van haar goede kant. Dat is een gevaarlijke bitch. Maar er wordt nog wel wat met haar. En tussen haar en mij ook. Ik zie een gouden toekomst in. Kijken wat er van komt. Je kent aan de Bijbel dat je je kind duidelijk maakt dat er een afspraak is tussen ons en God. Een oude afspraak van de Joden en een nieuwe afspraak van de Joden. Christus was een Jood. Aramees misschien. Maar dat God in die dagen. Ja, het was een Jood. Christus was een Jood. En de Romeinen, Babylon, die hebben hem aan het kruis genageld. En Christus heeft dat zelf veroorzaakt. Dat is een leuk nummer. Don't go that way. Hij had een boodschap, snap je? Ja, maar heeft Christus dan echt bestaan voordat ik dat aan mijn kind ga vertellen? En dat hij over het water heeft gelopen. En wat moet ik dan een antwoord geven? Nou, ik zou dat verhaal van over het water lopen pas vertellen. Als je kind begrepen hebt hoe het zat met hoe Mozes, die Jood, zijn volk wegleidde uit slavernij. Met het scheiden van de Rode Zee. En je kan zeggen van de Bijbel wat je wil, maar maakt me niet uit. Maar kom maar met versen. De Bijbel staat vol met frasen zoals de zee. Dat is gelijk aan mens, of mensen, of mensheid. Je hebt de zee, dat is de mensheid. De kerk is dat ook. Het vrouwelijke. En je hebt het land. Ik hoop dat er een dag komt, dat er een kleurenversie komt van de Bijbel. Waarin je de inwendige betekenissen is dubbel op. Hè. De inwendigheid van de woorden bij elkaar brengt in kleuren.
En dan snap je. Dan snap je ook waarom Christus Jezus, waarom er verteld, waarom er opgeschreven is dat Christus Jezus over het water liep. Want wat is het water? Ja, maar op die manier ga je wel heel erg Chinese, Aziatische, alles erbij betrekken. Ga ik liever de I Ching lezen. Ja, vind ik ook goed. Pak je I Ching dan maar. Zo'n ding kost niks. Zee, ik heb er hier een naast staan. Maar dat is angstaanjagend voor kinderen. De I Ching is niet een. De I Ching is een verhaal en dat gaat maar door en dat gaat maar door en dat gaat maar door en dat gaat maar door. Dat is Friedrich Nietzsche. Die eeuwige wiederholung. Maar wel mooi hoor, de I Ching is best mooi. Moet je hem wel begrijpen. Geldt voor de Bijbel ook. Dat je het even weet. En jouw kind, als jij een kind hebt, is minimaal vertellen van de I Ching en de Tao Te Ching, dan moet je ook erbij pakken. Natuurlijk, waarom niet? En de Dhammapada, ja, waarom niet? Nog stukjes. En, ja. Of je moet ze zelf laten lezen, want daar gaat het om. Dat ze zelf gaan lezen. En er iets over zeggen. Dat je aan je kind vraagt van, was Hosea een klootzak? Ja of nee? Was is deine zin? Dat is belangrijk. Je mag niet kinderen in deze wereld loslaten zonder kennis. Al die vrouwen die zeggen, oh, het regent buiten, oh, je moet een jas aan. Oh, ja. Nee, kinderen moeten een Bijbel aan. Inwendig beschermd worden. Het leven is al erg genoeg. Een nieuwe oorlog in Irak, die komt er voorlopig niet. En in Syrië wordt helemaal niet zoveel geschiet. Geschiet dat. Syria, noemen ze dat dan. Er gebeurt helemaal niks. Het is een wereld van onwetende mensen. Die hun kinderen verwaarlozen. En van die opportunisten die zeggen we, nou, is ik nou. Even kijken hoe, die 10 wetten van Mozes. Even kijken, nummer 3 doe ik niet. En nummer 2 doe ik ook niet. En nummer 7 doe ik ook niet. En voor de rest wel hoor. Ja, ik ben homo. In de slechte zin van het woord, hè. Homo betekent eenheidsmens. Homo economicus. Homo sapiens. Sapiens. Homo erectus. En dat is niet meneer stijve lul. Nee, homo erectus betekent stand up and deliver. Ze pakken onze generaties aan, hè? Smeerlap.
En wij kunnen ze niet terugpakken. Wat wij wel kunnen doen, is onze kinderen leren van Babylon. Dat is een opdracht van God. En als je die opdracht niet wil vervullen, dan had je beter naar de abortuskliniek kunnen gaan toen jij nog in de buik lag van je moeder. Laat mij aborteren, want anders ga ik zelf aborteren. Snij me in stukken. Onverdoofd, ik wil geen verdoving. Snij me in stukken. Want ik heb er geen zin in. Ja, had je dat moeten doen, sukkel. Maar dat ben je vergeten, hè? Ja. Nou weet ik ook wel dat het vrij lastig is om een abortusfysiek verzoek in te dienen terwijl je in de buik van je moeder zit. Ja. Maar dat is jouw probleem geweest en niet dat van mij, snap je? Dan weet ik wel wat je had moeten doen, man. Iets harder moeten trappen. Ik wil eruit, ik wil er zo snel mogelijk uit. Ik wil in stukken gesneden worden en ik wil verkocht worden aan Chinezen. Mafketel dat je bent. Het hele woord abortus komt in de Bijbel niet voor. Er staan wel regels over hoe het moet gaan als een vrouw verkracht is. Vergewaltigd. En die zijn wel verstandig. Met mijn dochter heb ik ook een gesprek gehad. Dan ging ze nog s'avonds laat op straat. En ik zei, ja, dat is allemaal best. Maar je bent thuis voor het donker. En hij zei, nee. De vriendje had griep of zo. Die kan me niet naar huis brengen. Ik zei, nou, dan blijf je thuis. Ja, maar hij heeft griep. Ja. Ik zei ook, dan spreken we af. Dat jij mag doen wat je wil. Maar als je vergewaltigd zu Hause komt, dan bist du de pislul. En niet alleine ich. Dan zijn we samen de pislul. Snap je? Oh, geen zorgen, papa. You are dismissed, number one. En nou, dat bijbellezen voor haar. Dat zit er voorlopig nog niet in. Dat lieve kindje is er zo druk. Ik laat het maar gaan, hoor. Zij heeft van mij een King James gekregen. Helemaal gratis en voor niks. Van 7,95. Nee, die van haar was 8,95. Die andere was 7,95. Ze bekijken me. Met ihren Bibel. Door het is het paard dat naar het water komt om te drinken. En niet andersom. Niks is gratis. Mooi, hè? De Bijbel. Die mooie teksten. Ik vind het mooi woord gebruik. Ik hou niet van romans à la 50 tinten grijs. Ik was een keer Lonneke,
Toen was en die man is nou dood. Dan zat ze bij de kerel in huis. En dan zei ze, kom hier even langs. Dan zorg ik voor een fles rum. Ik zei, nou ja. Ja, ik ben ook... Ja, ik wil op zo'n moment niet vervelend doen, snap je? Oké, als het dan echt moet. Maar is er wel een echte fles rum? Nee, natuurlijk niet. Ik zei, hey moppie, ja natuurlijk. Ik kom ervan. Ik naartoe. Ja, dan zei ze, moet je wel wiet meenemen? Ik zei, meisje. Ja. Scheiden konijnen in het bos. Ja, kom op. Ja, maar wil ik wel... Ja, dat doe ik allemaal. Dan naartoe, die kerel van haar, de hoofdkerel, die was aan het werk. En die houdt er niet van dat zij dan zit te suipen overdag. Hebben met z'n tweeën op een middag gewoon één fles rum helemaal doorheen getankt. Ja, ik weet niet wat het is met mij, maar ik denk van, oh, het smaakt wel lekker. Oh, dus ik er nog wel een. En zij, Lonneke, die had dat boek van 50 tinten grijs. En ze zei tegen mij... Zou je dit even kunnen voorlezen? Want je kent ze mooi voorlezen. Dan ga ik helemaal zo, inmiddels ook al half dood. Ja, ja, we gaan het even over onderwijs, over een verschil in taalgebruik, snap je? Ik zeg nou, meisje, niks aan de hand. Geef het boek maar. Ik ga wel even voorlezen. Ja, ik ben ook de lulles niet. Nee, hallo. Hè? Lonneke zat toen op de Looierstraat bij die kerel. Tijdelijk verblijven. En die was wel helemaal naar de co-op gelopen voor die fles rum. Ja. Wil ik ook niet lullig doen. Kom maar op. En ik begin aan die tekst. Oh, nee, dat gaat fout. Zo. Ik was op een halve pagina. En Lonneke zei... Stop mijn ouwe hoeren. Doorlezen, sukkel. Ik zei, oké. Niet zo kankeren. Lees het een beetje geil voor. Een blootje erbij. En nog een slokje rum. Oké, ik zet door. Bij anderhalve pagina. Toen zei ik tegen Lonneke. Kom. Laten we rum gaan drinken. En zei ze, oké. En toen nog een fles. Is ook nog gedaan. Een fles. Met... cola of zo, of sinaas, of andere meuk op tafel gezet. Ja, want anders gaat die kerel zo dadelijk zeiken, als we hier helemaal de hele fles rum opgezopen. Dat was erg leuk. Ja, maar waar ik het over had, is de 50 tinten grijs. Dat is niet te lezen. The Lord of the Rings, in de band van de ring, van J.R. Tolkien. Dat is niet te lezen. De belachelijkheid, man. Nou, geinig hoor, als tijdsverdrijf. In het geval van 50 tinten grijs, anderhalve pagina, dan denk je, jeetje, waar is mijn stijve lul gebleven? Ja, ik heb dus ook een roman, die heet De Geschiedenis van O. L'histoire d'O. Of ze Frans. Frans. L'histoire d'O. Oh, die vond ik wel aardig.
al die scènes erin, dat je dan, dan wordt er anus opgerekt met een, eerst een kleine piercing. En dan krijgt ze uiteindelijk een dikke piercing. En uiteindelijk heeft ze echt een hele wijde anus. En dan, ja, dat ken je wel toch, van die Stardo. Maar het idee is wel leuk. Dat die vrouwen ook een beetje scheid kunnen hebben. Maar zoveel woorden. Ja, kom op. De Bijbel is zuinig in taalgebruik. In het begin schiep God hemel en aarde. Iedereen begrepen? Ja, wie heeft er een vraag? Ja, wat? Ja, maar wie is God dan? Nou, dat is degene die toen de tijd begon de gedachte en de materie heeft gecreëerd. De meneer nummer 3 is dat. Je hebt hemel, aarde, God en tijd. Nou, tijd is er altijd. Er is altijd tijd. Tik, tok, tik, tok. Ja, dat maakt niet uit. Je wordt vanzelf ouder. Ook Lonneke en ik ook. Dus tijd is geen probleem. God is de derde factor. Tussen de gedachte. De hemel. Res cogitans, heistas. Het Latijn is dat, hè? Dat is het denkspul. Dus in den beginne schiep meneer X denkspul en spul. En wie is meneer X? Wil jij hem zijn? Of wil jij een gevangene engel? Een gevallen engel zijn. Wat wil jij zijn? De homo? In de slechte zin van het woord. Ja, dat kan. Dat jij de homo wil zijn. In de slechte zin van het woord. Dat kan. Ja, ik ga lekker beeld opwezen. Leg dat je kind uit. Ze hebben die Duitse jongens naar Stalingrad gestuurd. In een hopeloze strijd. Dat mag jij niet doen met je kind. Je kind dan toch naar Stalingrad moet, dan vertel je kind dan hoe het zal zijn in Stalingrad. De stad van Stalin. Je kan ook zeggen, vroeger gingen de Duitsers verplicht naar Stalingrad en nu is Stalingrad verplicht naar ons gekomen. Maar dan nog moet jij je kind vertellen wat Stalingrad, Babylon, ist. Goed verstehen. Vraag zeigen. Ja, je hebt die plicht. Een plicht. Om je kind te informeren. Arme kinderen. Het is verschrikkelijk. Voor de kinderen. Niet voor de oude lui. Wij hebben geen arbeidsproductiviteit meer. Die kinderen wel. En die hebben nog een zin. Een inwendigheid van ja, ik ga er wat van maken. Oh, ik ga er tegenaan. Ja, ja, ja. Ja, je zit met je kop in een wespennest van leugenaars. En je moet onderscheid maken. De Bijbel helpt daarmee.
Christus heeft gezegd dat hij die denkt aan overspel. Een soort van kriebelkutlul of zo. Hè? En oh, wat een leuke brunette. Afgelopen ermee. De gedachte is al eindig. Eindig voor jou bestaan. De gedachte. Ja, is moeilijk. En ik weet heel goed dat mensen die dan beweren de Bijbel te kennen of zo. En die doen ook allemaal dingen waarvan je denkt van nou zeg. Ik heb 2 Mohammedaanse stagiaires gehad. En die ene, die heet nou. Onoer heette die ene en die andere heette Jener. Turken waren. En Onur die had godverdomme kut syndroom. Gilles de la Tourette. Het syndroom van Gilles de la Tourette. En Jener, dat was de langste van die twee. En ja, ik kwam er pas later achter dat Onur Gilles de la Tourette had. En Jener tegen mij van ja. Maar als je hem niet lastig valt, dan gebeurt er verder niks hoor. Ja, leuk. Ja, die vertelde dat de imam, want we gingen naar de moskee. Ja. Maar die imam die was gespot in de spijkerbuurt bij waar de snollen zitten. Even een avondwandeling maken langs een leuk gebied. Daar was de imam. Ja, dat weet ik niet. Dus ook de Koran wordt misbruikt. Ja, trouwens, ik heb ook heel veel gelopen hoor, door de hoerenbuurt. Ja, waarom niet? Kijk naar die vrouwen, dan was ik op weg naar mijn werk, naar mijn kantoortje. En dan staan er van die dames in badpakken, achter ramen met leuke rode lampen. En ik denk, oh, met jou gaat het ook goed. Nou, je hebt wel gezellige tieten. Ja, ik ben op weg naar mijn werk. Dan moet ik nou rechtsom gaan en dan kan ik kijken naar een dennenboom of een sparrenboom of een of andere stomme gemeenteboom. Ja, of ik kijk naar zo'n wijfie. Ja. Zeg ik, hallo. Nee, ik zwaai er niet naar. Dan gaan ze maar denken dat ik ga betalen en dat doe ik niet. Ik heb al betaald voor seks. Die vrouw die kostte mij €1000 in de maand. 4 keer seks, dus dat is dan €250 in de maand. Per keer. €250 per keer. Wat dure seks. Was ook geen kwaliteit of zo. Maar wel duur. Hoog nodig dat ik naar de Albert Heijn ga lopen. Voor nog een slokje. Ik ga mijn laatste centen opzuipen, denk ik. Waarom niet? Voor de rest heeft het leven geen zin. Yep. Nou, dit was over kinderen en de Bijbel. Dan leg je kinderen even uit dat Noah, toen de hele boel gered was. Wat deed Noah toen? Geen sarsaparilla sap drinken? Of wat? Dus de hele boel is gered en we zetten het op een sapen.
Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Ik ga er nog eentje maken. Over de kinderbijbel. En op zijn hamburgers zaak ik tjus. En dag lieverds.